Lieve mensen, we hebben afgelopen woensdagavond hebben we Pinksteren hier gehad. En de meeste mensen die mij kennen, die weten dat als we de overdenking, als ik de overdenking mag verzorgen zondag, dat ik de Heer altijd vraag om een bevestiging. En er waren twee mensen tijdens deze bidstond, Sief en Walter, die badden de juiste woorden. Dat was heel fijn en bemoedigend voor mij. En tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat ik afgelopen vrijdag met mijn werk ook iets heb meegemaakt. En dat ik dacht van, Heer, wat bent u groot. En u doorziet ons hart, maar ook u overstijgt ons verstand. En dat raakt mij zo diep in mijn hart. De overdenking voor, niet alleen voor morgen, dat zijn we meestal gewend te zeggen, maar voor vandaag en voor de week en als het aan mij ligt, voor zolang het nodig is, ja, is bedoeld voor mij, voor ons, als leider van de kerk, maar ook voor u, de kerk en de gemeente, en ook als individuele gelovigen. En ik heb het een thema gegeven, en dat luidt leven met de waarheid. Bijna elke week ontmoet ik wel christenen en gelovigen met allerlei emotionele problemen. Angst, eenzaamheid, verdriet over verbroken relaties, wrok, bitterheid en gevoelens van tekortschieten. En vaak worstelen ze al jaren met deze problemen. En het zijn mensen, en laat ik het maar even plat zeggen, die leven met pijn. En wat ik u net zei ook van afgelopen vrijdag, ik had een klant en daar was ik al eerder op huisbezoek bij geweest. En ik had al het vermoeden dat het niet goed ging met deze klant. Pas maanden later had ik afgelopen vrijdag weer contact met hem. En ik wil u erop wijzen dat dit ook iemand is die oprecht gelooft in onze levende God, in onze Vader. En deze man, deze broeder eigenlijk, die zegt tegen mij, Farouk, ik ben aan het einde gekomen van een mislukt leven. En dat trof mij zo diep in het hart. Aan het einde gekomen van een mislukt leven als gelovige. En toen dacht ik, ja Heer, hiermee bevestigt u de woorden die we vanmorgen met elkaar mogen delen. En wij als kerk en gemeente, die geven goed bedoelde en simpele antwoorden om deze mensen en deze gelovigen te helpen met hun pijn. En denk aan het verhaal wat bij jullie allemaal bekend is van de vrienden van Job en met hun adviezen en hun wijze lessen die ze aan Job gaven. En Job, die weet als geen ander die lijden kent dat simpele antwoorden de pijn niet oplossen. En sterker nog, wij met onze simpele, goed bedoelde en zelfs op de Bijbel
gebaseerde adviezen veroorzaken eigenlijk, of laat ik het woordje eigenlijk maar weglaten, verzorgen nog een probleem extra. En daarmee komt degene met twee problemen te zitten. En de eerste probleem is de pijn die hij of zij in de eerste plaats heeft. En het tweede is het schuldgevoel dat hij of zij niet bij machte is om de goed bedoelde antwoorden in adviezen toe te passen. He? Ik wil u heel bewust brengen om hierbij stil te staan dat onze intenties goed zijn, maar dat degene die het betreft ook nog een extra probleem krijgt opgezet. En het resultaat is dat dit ertoe leidt dat deze gelovigen met pijn net doen alsof ze genezen zijn om in de kerk of in de gemeente het te kunnen uithouden. Of ze verlaten de kerk en besluiten dat hun geloof geen oplossing biedt voor hun emotionele pijn. En sommigen proberen het ook op te lossen door een psycholoog in de hand te nemen en er vervolgens een christelijk sausje overheen te gooien om aan te geven, ja, dat de genezing van God komt. En ik zei tegen God: Vader, als er echt iets is wat helpt, wilt u mij dat dan laten zien? En vanaf het moment dat ik met mijn pastoraat bezig ben gegaan, mocht ik van de Heer onze God ontdekken wat de Bijbelse oplossing is voor jou en mijn strijd met depressie, met angst, met paniek, met verslaving, met schuldgevoel, en dat deze oplossingen liggen in een bepaalde, wat ik noem, ontwikkelingstaak. Vorige week sprak onze broeder Piet Bakker over het trainen van onze geest om vol te houden, juist in de stormen van ons leven, en de overwinning te behalen. En dan om vervolgens in de rust te komen. Lieve mensen, deze ontwikkelingstaak, het trainen van onze geest, is aan de orde als je aan het opgroeien bent in het nieuwe leven dat God jou en mij heeft gegeven. En dat is zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En deze taak houdt in dat jij en ik volwassen worden en groeien in het lijken op diegene die jou en mij heeft gemaakt. En als je dan werkt daaraan, dan brengt het verandering in jou en in mij. En deze verandering, ja, zorgt voor genezing en voor herstel. Walter heeft het net in de opening van de dienst ook weer gesproken. Heer, wilt u genezing, bevrijding en herstel schenken? En lieve mensen, ik zal vanmorgen proberen ook dit aan de hand van Gods woord ook duidelijk te maken. Maar eerst nog even dit. Er was een man, een gelovige, die Jezus als zijn redder en verlosser heeft ontvangen. En deze man die was bezig met afkicken van zijn alcoholverslaving.
Hij kwam in de kerk en ging om met christelijke vrienden, met broeders en zusters. En deze vertelde hem dat drinken verkeerd was. En dat hij berouw moest hebben. Ze wisten niet hoe vaak deze man al had geprobeerd te stoppen. En hoe vaak hij al had geprobeerd een goede christen te zijn. Deze man die meldde zich op een gegeven moment voor het hulpprogramma De Anonieme Alcoholisten. Dus ook wel bekend als de AA-groep. En hij ontdekte daar dat hij eerlijk kon zijn over zijn mislukkingen. Maar nog veel belangrijker, hij kon eerlijk zijn ook over zijn eigen machteloosheid. Als gevolg daarvan ontdekte hij vervolgens dat God en anderen hem accepteerden met zijn drankprobleem. En zelfs zijn onmacht om er grip op te krijgen. Terwijl we dit verhaal zo even horen, wil ik u uitnodigen om stil te staan bij jou in mijn eigen leven. Wat is het waarmee jij en ik nog steeds worstelen als gelovigen? Is het een eetprobleem? Is het een grote mond hebben? Is het altijd kritiek hebben? Is het ontevredenheid? Is het dat ik mij misschien afgewezen voel? Of nog andere pijnen die er zijn? En waarvan je weet, ik moet me in de kerk zien te handhaven. Ik ben toch immers tot geloof gekomen? En anderen in de kerk verwachten van mij dat ik verander. En tegelijkertijd wordt er ook nog gezegd, ja, dat ik uit mezelf niet eens kan veranderen. Dus je komt in een conflict. In de AA-groep kon de man uiteindelijk belijden wat hij werkelijk is. Een alcoholist. En voordat ik verder ga, wil ik u meenemen naar een heel belangrijk begrip in deze thema, maar ook in Gods woord. En dat is het begrip waarheid. En dat is het begrip waarheid ook zoals we die in Gods woord mogen ontvangen. Rijn, mag ik de presentatie? We gaan lezen Johannes 18, vers 38. En ik lees u even uit het boek. Daar staat het volgende. Ik begin even bij vers 37. Bent u dan toch een koning? Is overigens het stuk waar Jezus terecht staat voor Pilatus. Bent u dan toch een koning? Vroeg Pilatus. U gebruikt zelf het woord koning, was Jezus zijn antwoord. Inderdaad, ik ben een koning. Ik ben geboren en in de wereld gekomen om de waarheid bekend te maken. Ieder die de waarheid lief heeft, luistert naar wat ik zeg. Waarheid? Vroeg Pilatus. En het woordje waarheid, ja, dat betekent in het Grieks aletheia. En aletheia is dat is een twee samengevoegde woorden van a en letea. En a is een woordje of letter dat gebruikt wordt om het
tegenovergestelde aan te geven van het woord dat erop volgt. Dus bijvoorbeeld, ja, bij het woordje amuzikaal. Als iemand zegt dat hij amuzikaal is, dan is hij niet muzikaal. Ja? Dan heeft hij geen gevoel voor muziek en meestal ook geen verstand van muziek. Ja? En het tweede woordje, ja, lethea, betekent verborgen, geheim, onwetend. En waarschijnlijk is het Nederlandse woord latent daarvan ook afgeleid. Een latente ziektebeeld bijvoorbeeld. Dat wil zeggen, een onderhuids is de ziekte aanwezig, maar de verschijnselen die zijn er nog niet. En wanneer Jezus dus tegen zijn discipelen zegt, ik ben de waarheid, dan zegt hij dus, ik ben de niet verborgene. Ik wil dat ik ontdekt word en dat jullie mij kennen. Dat jullie mij gewaar worden. En in gewaar zit het woordje waarheid. De realiteit, ik heb het maar zo omschreven, de realiteit die aan de verschijning ten grondslag ligt. En houdt u dat alstublieft even vast. Ja. 2 Johannes 1, daar zegt de oudste aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen die ik in waarheid lief heb, en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen, om de waarheid wil die in ons blijft en met ons zijn zal tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God de Vader en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. In waarheid, oh, dat valt net een beetje weg. In waarheid benadrukt eigenlijk een verbondenheid. En het klinkt misschien dubbel, een verbonden relatie. Maar de nadruk ligt echt heel duidelijk op verbonden, wat wil zeggen dat we elkaar vasthouden in de waarheid. En in het derde vers lezen we, genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God de Vader en van Jezus Christus de Zoon van de Vader in waarheid en liefde. In waarheid en liefde, lieve mensen, dan hoef je niet meer bang te zijn. Om jezelf te zijn. Dat is heel belangrijk wanneer we hier in gemeenschap, in de gemeente van Jezus Christus leven als gelovigen. Hè, dan hoef je niet meer bang te zijn als jezelf. Hè? En dat betekent ook, ja, dat de ander ook niet beter is dan jezelf. Gods genade en barmhartigheid zijn voor jou en mij. Maar dat is alleen wanneer je dus in waarheid leeft. En wat de man deed, was dat hij zijn werkelijke ik de waarheid verborg. En daardoor ontstonden er problemen. Angst, de eenzaamheid, het verdriet, bitterheid, wrok. En vul erin, terwijl hij wel in de kerk kwam. Hij kwam in de gemeente. Hij kwam in de ontmoeting, in de gemeenschap met jou en met mij. En de waarheid van hem die hij verborgen hield, leverde in feite schijnoplossingen op. Voor hemzelf als gelovige hier in de kerk,
om überhaupt te kunnen bewegen, te functioneren, te groeien. En wat schetst ons verbazing al? We komen uit op een schijngenezing. En weet u, dat houdt dus in dat de werkelijke ik van deze man, en misschien wel van u en van mij, om te groeien naar het beeld van onze God die ons gemaakt heeft, niet in aanraking komt met de genade van onze Vader God. En de genade van onze Vader God, dat is de waarheid met hoofdletters, de Heer Jezus Christus. Moet u eens indenken. U heeft door genade in het offer van de Heer Jezus een nieuw leven van God ontvangen. En u kiest ervoor om de naakte waarheid van uw leven verborgen te houden in het leven, het nieuwe leven met God. Dat betekent dus dat u kiest om niet met de waarheid te leven. U kiest ervoor om niet met Jezus Christus te leven, met alle gevolgen van die. En ik hoef die lijst niet meer te noemen, met al die pijnen, en al die klachten, en al de strijd, wat we hebben. En Paulus zegt het zo mooi, ja, in Efeze 4, vers 20 tot 25, ik wil hem graag uit het boek lezen, want daar staat hij krachtig. Er staat het volgende, vanaf vers 20. Maar dat heeft Christus u niet geleerd. Als u werkelijk zijn stem hebt gehoord en hij u de waarheid over zichzelf heeft bekendgemaakt, moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken. Uw vroegere manier van leven, waardoor u geluk en vrede meende te vinden, maar die u in werkelijkheid dood en verderf bracht. Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, u moet een heel nieuw mens worden, die alleen voor God leeft. Zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan, als een stel nieuwe kleren. Houd op met liegen en vertel elkaar de waarheid. Want wij horen bij elkaar en zijn delen van hetzelfde lichaam. Als u naar uzelf kijkt, bent u gewend om in de gemeenschap met je broeders en zusters ook de waarheid te spreken, wat er in je leeft. De waarheid blijft de waarheid. En de werkelijkheid, die kun je niet veranderen door er bijvoorbeeld anders over te denken. Als je het licht van de waarheid niet aanvaardt, leef je in een geestelijke duisternis. En als gelovige houd je jezelf voor de gek en je draait jezelf een rat voor je ogen en je doet eigenlijk een struisvogel politiek. Je kunt beter de werkelijkheid en de waarheid onder ogen zien en je berouwvol tot God wenden. Je kunt beter het gebed, en dan moet ik denken aan David, het gebed van David bidden. Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Psalm 25, vers 4 en 5. Lieve mensen, God heeft u en mij genade betoond in zijn Zoon Jezus over alle waarheden in ons oude leven. En laten we deze waarheden niet verborgen houden voor Jezus de waarheid. De problemen komen als u en ik, de werkelijke ik, dat de God geschapen is, zich verbergt voor God en voor anderen.
En dit is de kern van wat onze broeder Piet ook noemt, het trainen van ons geest. Dat wij in ons de onverborgen waarheid in het licht brengen met Jezus de waarheid. Weet u, dit wordt zo mooi door de Heer gezegd bij monden van Paulus in Romeinen 12 vers 2. En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, het welgevallige en het volkomene. Kortom, het gaat hier dus erom dat we niet meer bezig zijn met schijnoplossingen, maar Jezus de waarheid wil jou de wil van God schenken. Hij zal de wil van God in jou en mij planten. En dat is het goede, het welgevallige en het volkomene. In de mededelingen van onze broer Walter werd het ook heel duidelijk gezegd. Kom in actie met de Heilige Geest. Om met jouw waarheid de waarheid met Jezus Christus te leven. Nu u aan de waarheid gehoor hebt gegeven, bent u innerlijk gezuiverd en kunt u de broeders oprecht lief hebben. Heb elkaar dan ook altijd van harte lief. De conclusie is eigenlijk, kan iemand in waarheid zijn en niet in Christus? Of kan iemand in Christus zijn en niet in waarheid? De waarheid wordt bekend worden gemaakt, lieve mensen. Johannes 8, vers 30 tot 33, daar staat het volgende. Toen hij dit sprak, geloofden velen in hem. En Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij. En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. De man die verslaafd was, die ontdekte dat als hij zichzelf kon zijn in relatie met God en met anderen, er genezing mogelijk was. En lieve mensen, laat op dit moment stil zijn en ook het woord wat de Heer zo tot ons spreekt, tot in het diepst van ons wezen als een tweesnijdend zwaard ontvangen. En datgene wat de naakte waarheid is in uw leven, in het licht brengen bij de waarheid Jezus Christus. Ik wil u verzoeken om te gaan staan op uw plaats. En samen met u wil ik ook biddend het lied zingen, 717, opdat we met ons persoonlijk leven tot God mogen gaan en hem vragen van Heer, als er nog pijn is die ik zelf vasthoud en niet bij u wil brengen, wilt u mij daarvoor de kracht geven om dat te doorgronden
en in het licht van de waarheid bij uw Zoon Jezus brengen, om voor eeuwig en voor altijd daarvan bevrijd te zijn.